Zo, ik ben wel toe aan een pauzemomentje. En dat ga ik hier doen bij deze prachtige foodtruck die hier aan de Maaskade staat. En daar sta ik dan aan een super mooie foodtruck bij Jacqueline. Dat klopt, Jacqueline, ja. Wat een mooie wagen heb jij hier. Nou, dankjewel. Dat vind ik zelf ook. Maar het is altijd leuk om van een ander te horen dat hij er ook zo tegenaan kijkt. Ja. Een van de mooiste uitzichten van Kuik heb jij hier, ja, aan de Maas. Okay. Hoe ben je hier terechtgekomen? Nou, dat is eigenlijk een heel leuk verhaal. Ik had mijn foodtruck dus al gekocht. En ik was dus nog op zoek naar een leuke locatie. Ja, en dat is best lastig natuurlijk. Tot ik op een zondag met een vriendin, wij wilden mooi het rondje maken, de nieuwe fietsbrug. Ik woon zelf in Ottersum. En we stopten hier even. En Kuik is mij wel bekend, maar ik keek hier, ik zag dat het zo druk was en zo'n mooie rustgevende plek. En toen zei ik tegen mijn vriendin van, ik ga eens kijken of ik hier een mooie plekje kan krijgen. Nou, meteen actie ondernomen en een week later had ik een vergunning. Dus mocht ik mijn foodtruck hier plaatsen. Ja, want niet iedereen mag natuurlijk zomaar ergens iets gaan verkopen, of wel? Nee, dat is inderdaad zo. Dus je moet inderdaad een vergunning aanvragen. Nou, dat heb ik ook gedaan bij de gemeente hier in Kuik. En binnen no time kon ik hier mijn plaats innemen. Dus, en vanaf april, en ja, ik moet eerlijk zeggen, behalve natuurlijk het slechte weer wat ons is overvallen, zeg maar. Maar ook al heb ik geen klanten hier, ja, ik geniet van het uitzicht van alle vriendelijke reacties. Het is een prachtplek. Ja. Ja. Je zegt, je staat hier al vanaf april. Ja. Ben je dagelijks hier? Nee, in eerste instantie was ik alleen de weekenden hier, dus de zaterdag en de zondag. Maar de woensdag heb ik erbij gedaan. Dus nu is de woensdag, de zaterdag en de zondag. Ja. Ja, en dan de vraag, wat verkoop je zoal? Wij hebben onze eigen mokken meegenomen, want wij houden niet zo van wegwerp. Maar ik snap dat dat op zo'n plek gebeurt. Maar, ik neem aan dat je hem kunt vullen met koffie. Maar wat heb je nog meer? Nou, een kopje koffie is natuurlijk altijd heel belangrijk. Daar doen we het allemaal goed op. Koffie, thee, cappuccino, heerlijke cappuccino. Maar ik kijk hier naast me heerlijk zelfgebakken appeltaart. Met natuurlijk slagroom. En, maar ook voor hartige happen. Ik heb pulled pork. Ik kijk altijd even van, nou, wat doet het weer? Ik kan je zeggen dat ik hier zelfs al erwtensoep verkocht heb. Dus dat is gewoon begin mei werd het erwtensoep. Het weer was ervoor helaas. Maar goed, ik kijk dus gewoon naar het weer en wat past daarbij. Ja. En omdat ik uit Ottersum kom, neem ik natuurlijk altijd het heldere ijs mee. Ja, ik wou al bijna zeggen, je hebt natuurlijk wel een beetje een seizoensassortiment. Ja, dat klopt inderdaad. Maar Heldro kun je door het hele jaar heen eten. Hè? Dus die gaat altijd mee. En ja, wat ik al zei, koffie, thee, broodjes, belegde broodjes. Even kijken. Fris, vers fruit. Ik verzin van alles. Vorige week poffertjes gemaakt hier. Ja, het wordt... Ja. Ik kan hier van alles mijn foodtruck. Ik heb een eigen mogelijkheid om hier een fornuis of om hier mijn gasfornuis te plaatsen. En ja, ik tover alles uit mijn kleine keukentje. Ja, ja. Ja, dat is het voordeel van een foodtruck natuurlijk. Ja. Daar kan je ook van alles mee. Ja. Ik zit nu te bedenken, je bent de enige hier aan de Maaskade. Dat is een prettig idee, denk ik. Maar zijn er nu mensen die zeggen in het dorp van, ja, maar dit is wel een concurrentie voor ons? Die opmerking heb ik nog helemaal niet gehoord. Dus geen boze bestaande horeca op bezoek gehad. Eigenlijk helemaal niet. Heel positief ontvangen. Ik moet er wel even bij zeggen dat, als je het over de horeca hebt, op het moment dat de terrassen weer open gingen, liep het even wat terug bij mij. Maar alles valt er staat met het mooie weer.
En mensen reageren nu zelfs van, we komen lekker bij jou, want hier heb je de ruimte. Je kunt de plaats uitzoeken. Je wordt snel bediend. En uiteindelijk zit je niet op een te vol terras, want dat voelt voor ook heel veel mensen niet goed. En de mensen die hier langskomen, wat zijn dat nu voor mensen? Zijn dat echt Kuikse mensen of zijn dat echt passanten die hier aan het wandelen of aan het fietsen zijn? Nou, eigenlijk alles en iedereen. Meestal kom je er wel achter als je niet aan het accent hoort als ze vragen wat is Heldro-ijs. Want dat is natuurlijk voor in de wijde omgeving is het bekend wat Heldro-ijs is. Dus dan, dan is het al duidelijk. Maar ook veel mensen valt mij op in de regio die allemaal dat rondje maken, de nieuwe fietsbrug. Dus dat en of dat nu. Veelal fietsers, motorrijders, je krijgt eigenlijk van alles. Maar ook mensen die even lekker aan toeren zijn en die even lekker aan het water, even de rust. Ja, het ademt toch een stukje rust uit hier. En die denken van, oh heerlijk, even lekker een hapje, een drankje. En dat kan allemaal bij mij. Ja. Heb je ook al mensen gehad die zeggen van, nou, ik vind het zo leuk en zo lekker daar, ik kom nog een keer terug? Ja, dat is heel leuk dat je dat vraagt inderdaad, want dat maakt het werk ook heel erg leuk. Want ik heb al verschillende mensen die ik tot mijn vaste klanten mag rekenen. Zelfs Spaanse mensen die hier een tijd lang zijn en die komen iedere keer weer terug. Die willen alle gerechten uitproberen die super Nederlands zijn, bijvoorbeeld poffertjes. En ja, dat is natuurlijk heel leuk dat je wandelaars ziet die hier in de buurt overnachten bijvoorbeeld. En die gaan de volgende dag weer terugkomen omdat ze het zo lekker vonden en zo leuk, zo aangenaam. Ja, ik ervaar dat ook zo. Ja, superleuk. Ja. En je hebt dan waarschijnlijk ook de tijd om even een praatje te maken met mensen. Ja, dat maakt het zeker ook leuk. Natuurlijk, in deze coronatijd moet je altijd goed opletten dat je in ieder geval de afstand bewaart. Maar ja, op veilige afstand kun je gewoon ook een gezellig gesprek met mensen voeren. En dat maakt het werk natuurlijk nog leuker. Dat je gewoon, wat brengt mensen hier? Waar komen ze vandaan? Wat houdt ze bezig? Want dat is het dan vaak, hè? En nu heb ik begrepen dat je ook een eigen website hebt over je voetreffelijk. Waar kunnen we dat vinden? Ja, inderdaad. Mijn bedrijfsnaam is Voetreffelijk. Ja. Passend. Voor degene die hem nog niet begrijpt, zal ik hem even uitleggen. Niet voortreffelijk, maar voettreffelijk. Alles heeft te maken met voet. Voettreffelijk, dus dat is mijn bedrijfsnaam. www.voettreffelijk. Daar kun je ook wat lezen over, ja, over mijn bedrijf. En mijn motto is eigenlijk ook wel good food, good mood. Ik ervaar dat zelf zo op het moment dat je een feestje hebt. Of dan vind ik het zelf ook belangrijk dat het eten goed is. En daarbij zeg ik altijd, dan komt de gezelligheid vanzelf. Dus good food, good mood. Ja, dat hoef ik denk ik niet meer verder uit te leggen. Nee. Ja. Nou, prima. Ja. Dankjewel voor je tijd. En ja. Wij zijn nu ook aan een pauzemomentje toe, dus dan gaan we daar heel dankbaar koffie gebruik van maken voor jullie. Dan schenk ik jullie heel graag een kopje koffie in. Okay. Ja? Dankjewel. Goed zo.